Hey, en leuk dat je kijkt naar Europa Park dag 3 alweer. En tevens de laatste dag dat we hier zijn. We zijn er vandaag op een zaterdag. Dus het is ook enorm druk zoals altijd. En we staan hier bij een of andere fontein. Met op de vloer allemaal van die... Nou, hier gaan we nog heen. Sterren. Dit is een van onze bestemmingen nog van ons tripje. Parijs is hier vanaf hier 410 kilometer. En nog meer van onze bestemmingen. Londen. En dat is dan 680 kilometer, dus dan weten we dat gelijk. Dus we kunnen er zo rechtstreeks naartoe lopen, dat doen we maar niet. We staan dus bij een fonteintje, geen idee wat het betekent, maar mensen moeten eens kijken. De mensenvolk die loopt enorm binnen. Het is vreselijk, het lijkt wel de Efteling. Nou jongens, voor de mensen die het dus nog niet wisten, ik wist het zelf eerst ook niet, maar Europa bestaat dus uit landen allemaal. En er wordt dus een nieuw landthemagebied bijgebouwd en dat is dus Ierland. En jullie zien het hier al. Europa Park, Ierland. En er wordt heel veel reclame voor gemaakt. Dus zoals je kan zien, kleine bouwupdate. Ja, je ziet niet heel veel hoor. Maar hierachter wordt het dus gebouwd. En er wordt dus reclame voor gemaakt dat dit zeg maar in spring 2016 klaar zou zijn. Dus oftewel lente 2016. Nou, als je dit zo ziet, denk ik niet dat ze dit nog gaan redden om dit in de lente open te krijgen. Ik denk eerder dat dit open gaat ergens in de zomer of zo. Maar het is leuk, dus je ziet ze hier al weer bouwen. Want er zijn ze echt een last daar. Hè? Ze zijn al degelijk bezig. Ze zijn hier hard bezig in elk geval. Ze zijn bezig met lasten en zo dingen. Wat er precies ook allemaal komt, dat weet ik niet. Want ik heb dit een heel klein beetje gekeken vanuit dit ding, zeg maar. Eerste dag. Dus dan moet je die vlog maar even terugkijken, eventueel als je het van bovenaf wil zien. Maar in elk geval, ja, dit is dus het nieuwe themagebied. Het wordt niet heel groot zo te zien. Je hebt ook nog een express of een of andere trein. Nou, daar ben ik nog helemaal niet in geweest ook. Maar het is ook... Tyfus druk, sorry dat ik het zeg, maar kijk, echt de mensenmassa's die komen met hordes binnen. Niet te doen. Nou zeg, was ik maar met de trein gegaan. Vreselijk. Allemaal dagjes mensen. Ze hebben er allemaal geen zin in. Zie je dat? Niemand zwaait terug. Ze hebben er allemaal geen zin in. Niemand zwaait terug. Dit is ook iets wat mij opvalt mensen. Hier heb je geen stilstand water. Hier heb je water met stroming erin. Dat vind ik oprecht heel mooi. De pauper van Europa Park. Daar zou je hem hebben. Daar moet je wel doorheen lopen als we halve garen. Moet je niet een mietje gaan lopen doen. Wat een... Zie je het, Nathalie? I'll be back. Nou, ze zien het alweer. We gaan nu direct naar de Arthur. Want gisteren stonden we in de rij. Wat denk je? Krijgt die storing. Had ik gisteren natuurlijk ook al verteld. Maar als je wel zo in de Roodpark bent geweest... En je bent in Arthur geweest, dan weet je waar ik over praat. Ja, maar die attractie is fucking mooi. Dat is echt niet normaal. Dat is echt maar heel echt mooi. Heel dom dat we nog maar één keer gedaan hebben, joh. Ja, het is een soort van... ik weet niet. Ik kan niet uitleggen. En we mogen ook niet filmen. Dat is heel kut. Want je camera moet je gelijk inleveren aan het begin. Want hij wilde gisteren... Ja, probeer te filmen. Probeer te filmen, dan kan ik het jullie laten zien. We gaan er nu in elk geval naartoe lopen, zoals jullie kunnen zien hier. Door een of andere... Ja, weet ik niet. Het lijkt een beetje op de... Dit is USA. Dit is Londen. Oh, Londen. Oh, we zijn in Engeland, joh. Londen. London calling. Oh, kijk nou, joh. Je kan hier ook allemaal spelletjes spelen. Kaas. Het lijkt wel kermis hier, joh. Kermis, halve ga. Hier hebben weer die mensen die niet terugzwaaien. Hier hebben mensen die niet terugzwaaien. Nou, dan krijgen we touwletten. Nou, dit kan je dus kopen in Europa Park. De prijzen zijn redelijk. Ze zijn niet goedkoop. En ze zijn ook niet heel erg duur, dus het is nog redelijk. Als je dit in Disneyland koopt, dan betaal je ongeveer 15 euro. Dit, dat is dezelfde portie wat je in Disneyland krijgt, dit. Maar daar betaal je 15 euro en hier betaal je 10,80 euro. Nou jongens, Arthur is nog steeds gesloten, zoals je kan zien hier. Daar ben je niet blij mee. Hij is hartstikke dicht. Dat vind ik heel jammer, want gisteren konden we hem al niet doen en vandaag kunnen we hem dus gewoon weer niet doen. Hij gaat in elk geval vandaag wel open, mooi. Maar er is in elk geval iets kapot. Blij, hoor. Maar net zoals hij is waarschijnlijk sinds gisteren al kapot. Want gisteren was hij natuurlijk... We stonden in de wachtrij, kreeg storing. Maar nog steeds... Maar hij gaat later op de dag open, dat hoop ik wel. Want ik wil hem nog wel doen vandaag. Ja. Ja, hij is echt leuk.
Nou, we gaan nu dan maar naar. Loop even een rondje. Als we iets leuks zien, doen we dat. Ja. Laten we dat jullie zien. Oh. Wat de tele. Hey. Ja, dat gaat niet passen. Dan moet je schoenen uitdoen. Je moet je schoenen uitdoen. Ja, volgens mij is het niet voor mij bestemd. Jawel. Je meid. Oh. We beginnen vandaag maar eens even met wat rustiger attracties. Piraten in Batavia. En daar zijn we de eerste dag ook al in geweest. Het is een soort van ja, Pirates of the Caribbean / Fata Morgana. Ik zal jullie gewoon eens even een klein stukje mee omrijd nemen. Lernen! 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 Lernen!
vind het al. Nou, dat was Piraten in Batavia. Nederland. In Nederland, ja. Want we lopen ook in Nederland en er staan hier wat attracties. Dit is Nederland, mensen. Maar had ik dat jullie al laten zien vorige keer? Die huizen lijken dan op Nederlands. En nou, dit is dus Nederlands koffiekopjes. We noemen ze het ook koffiekopjes. Euromaestro. Euromaestro hier. Nou, in elk geval, dat was dus Piraten in Batavia. Ja, wat is jullie mening daarover? Kan je poffertjes kopen? Ja. Kijk mensen, poffertjes kun je hier kopen. Nederlands weer. Typisch Nederlands. Nederlands vlagjes erbij. Lach dit. Ijscreme, dat had je dan gewoon als ijs moeten. Maar ja, in elk geval, je kan hier dus poffertjes kopen. En blijkbaar vinden mensen dat lekker. Het is typisch Nederlands, poffertjes. Ja, gewoon lekker. Het is wel heel lekker, ja. Nou, we gaan dus nu door naar... Ik weet niet of we de showtime zijn. We gaan ergens heen. Hier hebben we dus een soort van piramide staan. De Europa Park Historama. Hier, hoe staat hij? En het is dus een, ja, wat het is weet ik niet, daar gaan we dus nu achterkomen. Ja, en elke 6 minuten is er een show. En je mag in elk geval niet je hondje meenemen en je kinderen die pleur je in het lijl. Je mag hier ook niet roken. En geen ijs eten. Oh my god. Oh, is dit, dat gaat. Kijk dan jongens, dit is de Eurosat. Dit is echt heel gaaf. Nou hoor. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Het is eigenlijk een soort van schaalmodel van de Eurosat. Nu kun je zien hoe het eruit ziet, best groot ding. Ja, je gaat dus eerst als een soort van heel spiraal, dat duurt heel lang eerder dat je boven bent. En dan heb je dus zeg maar die baan. En die gaat echt enorm wild, gaat die. Maar het is, ik vind het zo'n gaaf attractie dit. Ja. Het gaat echt lekker hard, gaat. Oh, hier komt ook dat ding er doorheen. Maar dit vind ik gaaf. Dit vind ik heel gaaf. Dit is de Eurosat. Wat? Hoor de liedje niet. Hoe moet je ook alweer de vogels trouwens? Ik ken hem wel, wacht maar, dat doe ik zo wel. Wat is dit allemaal? Allemaal tingelen. Ja, VR-brillen. En allemaal van die tingelen. Oh, kijk dan. Een schaalmodel van Arthur. Nou, ik vind het vreselijk, echt. Ik vind het vreselijk. Oh, mijn lievelingsattractie van het park, Blue Fire, oh my hebben, god. Hebben. 2009 is hij hier gekomen. Kijk, hier kan je het toch zien, hè? Hier kunnen jullie zien wat wanneer is gekomen, volgens mij. Ik zal het even langzaam laten zien. Maakt niet uit, jongens. De jaartallen en wat er allemaal bij is gekomen. Kunnen jullie allemaal zien? Hou je wel goed bij, want 2060 erbij. 2016 staat er ook alweer bij. Pegasus VR Ride in 2016. Van die mensen die er doorheen gaan lopen, ook zo vreselijk. Duitsers hebben echt scheid. Kijk je alleen maar aan. Das muss mir jetzt keiner.
Doei. Nou, dat was dus dat ding. Historama was wel leuk, toch? Ja, je zag allemaal... Zo. Wat? Tering, wat een teringdrukte. Het is echt mega druk in het Europapark. Maar in elk geval, dat was dus de... Ja, historama. Kon je in elk geval zien wat er allemaal in het park gebouwd werd en wanneer. Ja. En een beetje over de historie, over hoe het park is opgebouwd. Dat was wel leuk. Mooi, ja. Hier is hij weer, jongens. Nou heb je een mooie opgeleid maken. Dat is goed. Nou ja, als je hoort gelijk Bart zeggen wat ik ga doen. Ik ga een opgeleid maken hier ook bij de Euro meer. Maar wat we daarna gaan doen, weet ik nog niet eerlijk gezegd. Maar ik heb een beetje de palen erover in. Want als je ziet hier in de verte, gaat precies de touwteringtrein ervoor rijden. Nou jongens, hier, jullie zien het. De hele wachtrij staat compleet vol hier voor de Euro meer. Dat is niet waard. Dus we gaan nog even kijken hoe of wat we vandaag verder gaan doen. Zoals je kan zien, we zitten nu in een of andere dinosaurusattractie. Er is niet heel veel aan of zo. Het is een beetje hetzelfde als het Carnival Festival. Maar ja, dan zijn het allemaal dinosaurus-heroes, zoals je kan zien. Hier een lel. Normaal doen hoor. Zijn staart legt gewoon in een lel. Nou, ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar er stond er gelukkig maar een wachttijd van 1 minuut. De rest van het park is tering druk. Vandaar dat we hierin zijn gegaan en een minuutje wachten is niet zo heel lang. Opgepast, de gondels gaan even stilstaan. De gondels gaan weer bewegen. Goeie reis! Oh, we staan stil jongens, hier bij lava. Niet bij de lel, maar bij lava. Op zijn heuveltje. Ze staan schaar. Oh, hij gaat weer bewegen. We staan op een heuveltje, we gaan omhoog. Oh! Dat was dat ene dinosaurusapparaat.
Nou staan we weer bij het gedeelte van de Poseidon. En hierachter zie je hem alweer. Dat is dus een soort van achtbaantje, watersplash, super spectaculair. Heb ik jullie de eerste dag trouwens ook al laten zien. Maar gisteren zijn we hier helemaal niet geweest. En hier hebben we dus dit ding staan hier ook. Wauw, wat een mooie zaak, hè. Dus dit ding heb je hier staan. En je hebt hier ook de Poseidon staan. Dit is de Poseidon. De Pegasus en de Cassandra, een soort van dingetje. En de Pegasus daarachter. Heb je dus zeg maar. Wow, kijk hier maar weer. Holy shit, holy shit. Nou, in elk geval. De Pegasus heb je dus ook de Virtual Reality. Wat je dus ook gisteren bij die mijntrein had. En je hebt hier ook nog de Cassandra met dat ding in je reet. Nou, we gaan nou in elk geval kijken wat we gaan doen. Deze achtbaan een beetje. Want de rest is pauperdruk. Overal rond de 40 minuten. Enorm druk. Ik ga even een off-ride maken van deze attractie. We gaan toch de Pegasus in. En de Pegasus is dus een van de VR-rides. Maar ga je, Samsung. Gaat er weer iemand voor staan. Ook van de Samsung Gear. Samsung en Mac, hè. Mac. En Mac Media. Dit is dus een kaartje wat je dan krijgt van de Europa Park Pegasus VR-ride. Het is dus vanaf 6 jaar, 12 jaar onder begeleiding. Nou jongens, de Pegasus, je ziet het nog op de lift heel. En hier gaat hij naar beneden. En hier zit waarschijnlijk ook wel de VR in. Dit was dus ook een VR-attractie. Het is de 2 euro niet helemaal waard. Ja, maar dat komt natuurlijk puur op de kortheid. Ja, dat is heel kort. Dus ja, duurt nou, denk ik, wel heel leuk. 30 seconden of zo. Maar in elk geval was het echt heel leuk. Komt hier nog een keertje voorbij. 2 euro. Dat is zonde. Je hebt een treintje met en je hebt een treintje zonder. Maar de VR zelf was echt heel goed. Want je zat dus op de lifthill en dan werd je weer vervloekt of zo. En je ging door allemaal verschillende. Je ging door winter, woestijn. Het pluspunt was dat nog iemand de familie voor je zat. Ja, het was de familie. De VR was heel goed in deze attractie. Ja. Maar 2 euro is wel veel. Maar goed. Bijkosten zijn altijd onzin. Bijkosten zijn altijd onzin in het pretpark. Maar leuk dat we het nou gedaan hebben. We willen ook nog even langs die mijntrein van gisteren. Die schijnt ook VR te hebben. Alpha Express. En we gaan nog even kijken wat we nog meer willen doen vandaag. Want het is echt, nogmaals, echt ontzettend druk. Ja, Silverstone moet gewoon een keer, want ja. Silverstone moeten we eigenlijk gewoon nog wel een keertje doen. Toevallig zie je hem daarachter. Hier achter de hek zie je hem nog even beschaamd lopen in. Nee, je ziet hem niet, maar dat maakt niet uit, joh. In elk geval genoeg te doen, maar voor het weten is het ook weer over en dan hebben we niks meer, hè? We moeten naar Holiday Park. Ja, moet. Zijn we uitgenodigd door. Hoe heet je dat wel? Dag. Zo, we lopen weer in Griekenland. En het leuke is, we lopen in Griekenland en het is ook super warm, dus dat is wel toepasselijk. Ja, het is echt super warm, dus eigenlijk is het heel toepasselijk. Maar in elk geval, ik heb wel mijn jas aangedaan trouwens, ja. Gisteren had ik dat niet. Maar het is een beetje wisselvallig weer. We zijn net bij de Cassandra geweest, waar we ook de eerste dag waren. En dat is zeg maar de Madhouse, zelfs de Villa Volta en Efteling. Nee, je kent het allemaal wel. En daar schijn je dus een dildo in je reet te krijgen. Nou, voor de tweede keer heb ik hem dus weer niet gehad. Dus ja, het is een beetje stom. Dus eigenlijk hebben we voor niks in de rij gestaan, maar dat is toch gelukkig geen lange rij zo. Nu gaan we naar... We willen eigenlijk naar Arthur. We willen naar Arthur. We lopen nou in de jungle. Ja. Oh, ik heb er zo'n hekel aan, hè. Jankende kutkinderen. En van die mensen die echt hele paden blokkeren hier midden op een weg stil gaan lopen staan. Kijk, je wordt helemaal een totering krijgen van. Van nou bij dat. Arthur, Jero. Arthur is weer open, Arthur. Arthur is weer open hoor. Ja, maar Arthur, Jero, Arthur. Oh, wat een mooie attractie, wat een mooie baan. En hij is echt van binnen, jongen. Oh, van binnen moet ik jullie eigenlijk meenemen. Wat een mooie attractiestad van binnen. Kijk eens even, jongens. Zo, dat was allemaal weer Arthur. We zijn weer in Arthur geweest. Ja, dat was een heel mooi ding. Arthur. We mochten er weer in. Ik zou je zeggen, Arthur. We zijn nu weer in het speelparadijs van Arthur. Arthur. Ja. Nou, we gaan even in Arthur. We gaan eventjes van de glijbaan af. Ik weet niet of ik het durf, hoor. Godverdomme. Die is al beneden, die is al gegaan. Helemaal gek. Gaan we. Woe!
Wat zullen mensen wel niet denken? Het is toch vet? Wat is niks van je? Mensen, echt zo lachen, want mensen hoeven me zo weer aan te kijken. Nou, dat was Arthur, hebben we die ook weer gezien. Een avontuur, jongens. Een hele avontuur hebben we die weer gezien. Kun je weer pleiten? Zo, ondertussen alweer 3:10 en we hebben net de River Rapid gedaan. En we nat geworden. Ik ben mijn reet. Ah, mijn reet. Ja, ik niet zo heb. In mijn schoenen. Lauwe schoenen. Hierachter zie je natuurlijk de Blue Fire staan. Wat een prachtige zaak, jongens. Wat een prachtige zaak. Alleen het probleem is een beetje dat hij een beetje druk is. 3 kwartier wachtrij voor dat ding. Ja, weekend hè? Ja, weekend. Het is echt vreselijk om hier in de weekend naartoe te gaan. Dat is eigenlijk niet te doen. Maar we willen nog wel het een en ander doen. Nog iets voor 5-8 banen wil ik sowieso nog wat doen. Ah, dat lukt ons wel, maar dan moeten we wel nu gaan. Ja, we moeten wel nu gaan. En we willen nog naar een arena show. Ja, dat is het probleem, die duurt 40 minuten. Dat is 40 minuten. En als we dan gedaan hebben, gaan we pleit. Naar 8 banen. 8 banen. Tu. Weet je nou nu hoe het gaat? Waarom komt hij nou niet? Oh, daar komt hij. Wat een prachtige zaak. Nou jongens, de Blue Fire was 45 minuten. Echt vreselijk druk. En de Wodan was 40 minuten. Natuurlijk ook bizar lang natuurlijk voor 2 van die attracties. En we willen natuurlijk straks ook nog eventjes naar die arena show. En toen zagen we dit. En dat is gewoon een soort van splash battle en die hadden we helemaal niet gezien. Maar ja, als we nou zo even de ingang konden vinden, dan gaan we hier eens even lekker in. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Vreselijk. Nou jongens, daar hebben we de Wodan weer. En we zijn net eens in je attractie geweest, maar dat sloeg echt helemaal nergens op. Dat was echt niks aan. Je bent totaal niet nat. En we hebben behoefte om nat te worden eigenlijk. Dus zou je kunnen zeggen van, hè? Hier hebben we een of andere Splash Coaster Atlantica. Wat splash? Zou je daar kunnen gaan staan? Dan word je namelijk best wel een beetje nat. Het is trouwens ook best wel een hele mooie gethematiseerde coaster ook weer. Maar er is niet heel veel aan, weet je. Want je gaat daar naar boven. Dan word je rondgedraaid, zodat je heel het park kan zien. Zoals je daar kan zien, je wordt rondgedraaid. Je kan heel het park zien. Ga je hier naar beneden. En je gaat achteruit. Ga je dus dat bochtje door. Kijk maar. Hotsaplat. Achteruit ga je bochtje doorheen. Ja. Zo. Atypes. Er zit een vlieg in mijn oog. En dan zien we hier dat hij weer gedraaid wordt zometeen. En dan heb je me daar toch een splash, jongen. Nou, maar toch is die een duin al beter, hoor. Nou, jongens, die lucht, die blauwe lucht is gewoon weg. Heel jammer. Dat betekent dat we zo langzamerhand weg moeten gaan uit Europa Park, denk ik ook maar. Nee, schrapje joh. Kijk, nee, trouwens, joh. Hier is weer dat nieuwe een of andere iets wat open gaat vanaf 11 mei. Het is een of andere van mij. Ja, je kan niet eten. We komen net uit de Blue Fire. Ja. En dit keer is de omrijd wel gelukt. Zonder ja. Mensen uit ons. Helemaal geweldig. En wat hadden we daarvoor nog gedaan? Oh ja, we zijn voor een splash gaan staan. Oh nee, ja, daarom loop ik hier dus ook zo bij. Van de Atlantica. Oh, die Atlantica is een splash. Wat gaan we doen? Dat dingetje. Dat dingetje moet wel voorkomen. We zijn ook van boven tot onder. Silverstar. Van boven tot onder zijn we echt compleet verreden. Ja, gewoon nat. Want we zijn bij die Atlantica splash. Die kleur die jullie dus liet zien. Echt een paar shots geleden nog. De ene keer is de splash iets minder of wijkt die meer af. En de andere keer. Dus ik ging een metertje opschuiven. Volledig nat. En we wilden ook naar de arena show. Maar wat gebeurde er nou? Is een uur verzet. Hebben ze een uur verzet naar 4:30? Jongen. Daarom hou ik dus van Disney. Die heeft een strakke planning. En daar houden ze zich ook aan. Nou, wij gaan nu dus doen. Wij willen eigenlijk nog het liefst 4 attracties doen. Silverstar, Wodan, Euromeer en Eurosat. Maar het wordt al een beetje krap met de tijd, want het is al rond 4 uur. Dus we hebben een 30 minuten per attractie. Het moet haalbaar zijn. Waarschijnlijk zien we de kijkers dat we helemaal verkeerd aan het lopen wezen. Ja, dat zou heel goed kunnen, want we weten echt nog steeds de weg. We zijn hier nu 3 dagen en we weten nog steeds de weg niet in Europa Park. Het is een heel groot park. Het is een mega groot park. Het kan ook best zijn dat mensen kijken en denken, ja, je hebt gelijk. Maar we gaan dus nu naar de Silverstar.
En dan zien we jullie omrijden. Nou, Jim, we staan in de wachtrij van de Silver Star. Eindelijk, zoals je had kunnen zien. We staan front seat. Dus dat duurt ons wel even. Wachtrij van ongeveer 3 kwartier uurtje. Zeg even wat er met mij dan is. Ja, daar hebben we het weer aan zijn neus. Aan zijn neus moet je eens kijken. Word je niet wijs van? Dan word je niet beter van. Nou, kijk hè. Dan gaan we het zien. Allemaal zwaaiende mensen. Maar kijk hoeveel lege plekken er elke keer zijn. Heel veel lege plekken elke keer in die Silver Star. Hier, ik tel nu alweer 3. Snap dat dan? Dan denk ik, is geen single rider. Ja, is geen single rider. Maar voor mij is de single rider lijn dicht of zo. Ik weet niet. Er zijn echt heel veel lege plekken. Dat was bij de Euromeer ook al vandaag. Like a winner and you wanna be a sinner, right on. Getting up so early for the speed, twirly, whirly, right on. Got a love right by your side, this can be denied. Put it all behind, you gotta do it again. Just a moment, tell a friend, coming round the bend. Can you hear me tell me, gotta do it again. So right on, the Silver Star. So right on, whoever you are. Ze maken hier reclame voor Frozen. Frozen? Krijgen de gouden, we zijn in Europark. We komen net uit dit ding hier, Roos. Zoals je kan zien, de Eurostad. Zijn we gisteren ook al even geweest, eergisteren natuurlijk ook. Ze hebben best wel een flinke wachtrij. Maar dat komt natuurlijk omdat het tering hard heeft geregend buiten. Maar we hebben wel de Eurostad gedaan. Nou wilden we nog de Euromeer doen. Spinnencoaster en het Woden, Wodan, houten achtbaan. Maar dat redden we natuurlijk nooit meer in dat park dat nog maar kwartiertje open. Zagen we ineens dat het park 7:30 open was. Nou, Jim. Dus dat is beter op paletten ook. Zo weten we dat we nog twee uurtjes tijd hebben. Dat echt meer dan zat. We kunnen makkelijk even een euro meer doen en de Wodan. Nou, hartstikke leuk allemaal. Gaan we nu doen. Maar het regent allemaal buiten. Fucking. Nou, het is niet normaal meer. Eerlijk waar niet. We zijn helemaal naar de tering geregend en we zijn nog in de Poseidon geweest. Oh, dat is een heel leuk ding. Een heel leuk ding dat jij... Ja, zat er wel iemand achter ons een beetje debiel te doen, maar... Ja, die zat ook weer helemaal debiel te doen, joh. En op een gegeven moment, we zijn toch een wat geworden soort van. Ja, jij was ja, wel joh, maar kijk hoe kruid ziet. Het stond in geen vertoning meer dit, joh. Het is echt geen vertoning. Oh, ja, dat deel.
En nou, even laten beginnen naar de Euromeer. Nou, wat een paupers volk joh, bij de Euromeer, dat is echt niet normaal. Ja, dat trof we net kloot, ja. Dat trof paupers volk was echt vreselijk. Het zat er een kind vol, zat er hele tering uit te gillen. Maar nou voel ik me wel thuis. Ja, we zijn nou weer in Nederland. Nee, een kind dat zat tering uit te gillen voor ons. Echt ongelooflijk, hè Bart? Ja, het is ongelooflijk. Maar nou gaan we even richting de Wodan. Ja, we gaan richting Wodan. Wodan? Want die hebben we nog helemaal niet gedaan vandaag namelijk. Wow. Nou jongens, omdat het natuurlijk nog het park half acht open is, je kan het misschien al raden, de wachtrij van de Wodan. Maar ik wist dus niet dat hier nog een aparte wachtrij was. Want kijk, dit is dus helemaal anders, dit hebben wij nog helemaal niet gezien. Hier van die kleuren edelstenen. Dat is echt heel mooi jongens. Kijk eens eventjes. Ik sta hier echt helemaal versteld van. Het is zo mooi en dan die muziek erbij en die edelstenen blauw. Het is, misschien ziet het heel simpel uit, maar het is zo mooi. Er staat trouwens een wachtrij van een kwartier nog. Ja, het is mooi. Er was dan een wachtrij van een kwartier. We hebben nog een uurtje in het park. Misschien zo nog even Blue Fire. Nou gaan we nou. Niks misschien. Ja, sowieso jongen. Oh, dit maakt echt het dagje compleet. Kijk eens even jongens. Wauw. Ik sta echt weer versteld van alles hier ook. Wat een mooie, kijk eens even. Kijk eens even jongens, holy shit. Nou, dit is niet goed hoor. Dit is zo ontzettend mooi. Ik sta echt helemaal versteld jongens. Kijk dan. Kijk hoe mooi. Dit moeten we echt nog even laten zien. Joris en de draak, Joris en de draak. Nee hoor, grapje. Spoiler. Het is gewoon nog steeds de Wodan. Met een ontzettende mooie draak natuurlijk. Met allemaal net licht strand. Nou, het is echt super mooi jongens. Ah, nee. Het is toch geen vertoning voor YouTube mensen. We staan nu dus op een gegeven moment. We zijn nog even heel veel rondjes in de Blue Fire geweest. We zijn totaal iets van 3 keer in de Blue Fire vandaag geweest. Elkaar, hè? En 4 of 5 keer zelfs in de Wodan. 5. Want op een gegeven moment, ja 5 keer jongen, we mochten blijven zitten elke keer weer op het laatste. Want er stond niemand voor ons poortje. We hebben heel veel geluk gehad vandaag. En nu lopen we in een uitgestorven park. Je ziet alleen nog wat medewerkers lopen hier. Het is hartstikke rustig op een gegeven moment. Maar weet je waarom dat komt? Nou jongens. Vertel dus. Nou, Synchroon kakken. We hebben gesynchroon gekakt en dat is echt iets heel stoms, want ik zal het even uitleggen. Je hebt hier een Griekse wc en dan heb je van dat Griekse muziek die je nu ook hoort. En dan kun je heerlijk op schijten. Nou, in elk geval, dat was dus in elk geval. Dit was in elk geval ons dagje. We lopen dus nu langzamerhand in een uitgestorven park. Hier langs de Matterhorn, wat heel erg op de Vliegmolen en dat lijkt. Hier een Eurosat in de verte. En dan is het avontuur voorbij voor ons. Dan is het avontuur gewoon hartstikke. We kunnen nog even in Zwitserland lopen. We kunnen hier alles doen, joh. Halve Ik denk varen. Dat het een beetje zo gaat als de Efteling. Ja. Hier rijden die golfkarretjes. Ze zetten ons er gewoon uit, hebben ze scheid aan. Goodbye, goodbye, Europa Park. Goodbye, it was great. En dan zit een druppel op mijn lens, vreselijk. Goodbye, maar jullie begrijpen het. Jullie begrijpen het in principe. Goodbye. Just did it. Blue Fire, Europa Park. Het ligt hier nog even op de achtergrond. Hier de prachtige Silver Star. En natuurlijk het hele park op de achtergrond. Zoals jullie het nog een beetje kunnen zien. We staan hier op de regenachtige parkeerplaats. Jammer genoeg. We eindigen in de regen, maar het maakt niet uit. Want we hebben alles nog kunnen doen vandaag. En daar ben ik super blij mee. Bart staat er met zijn hele mooie niet gay paraplu. Nou. Dit was Europa Park, mensen. En ik weet natuurlijk dat jullie allemaal de vraag hebben. Welk park vind je beter, Disneyland Parijs of Europa Park? Nou, ja. Zeg het maar. Europa Park. Die krijgt wel een tik op schretels. Disneyland Parijs is nog steeds mijn favoriet. Dat komt gewoon omdat ik er voor 14 jaar kom natuurlijk. En het is mijn persoonlijke favoriet.
dat heeft ook zijn beste tijden gehad. Maar dit park is gewoon af. Het is hartstikke mooi. Het staat dus ook op mijn nummer 2 park. Supermooi. Heel veel. Fantasialand staat op nummer 3. De Efteling op nummer 7. Nou, dat zien we dan wel weer. Maar in elk geval, dit was in elk geval voor nu. Dat meen je toch niet, hè? Wat weer in de schuur, maar ik zag allemaal. Mijn batterij. Pakken. Dit was dus Europa Park. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef al even een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. We gaan naar een volgend park. En welke park dat is, dat zien jullie vanzelf alweer. Tot de volgende keer. Dan kunnen we omheen zeggen... Doedels! Doedels! Vreselijk! En tot de volgende keer. Dag hoor.